Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk eerste helft was sowieso, we speelden vandaag sowieso niet op ons best. Ik denk makkelijk die goal weggegeven. Ik weet niet of het buitenspel was, ik hoorde wel zoiets, maar kan, ja, weet je, hoort erbij, geen VAR. En ja, uiteindelijk ook in de laatste minuut, een beetje typerend, ik word gewoon scheidsziek van. Wat ga je anders doen in de return? Ja, het wordt gewoon, weet je, het blijft play-offs, alles kan. Die thuis 1-2, thuis of uit, weet je, met de 0-1 haal je zomaar een verlenging eruit. 0-2 ben je door, dus ja, het kan eigenlijk heel snel gaan. Wat is jouw rol in de ploeg? Ja, weet je, ik probeer gewoon zoveel mogelijk aan de bal te komen. Gewoon mijn kwaliteit te tonen, in de 16 aanwezig te zijn. En ja, ik probeer ook mijn goaltje mee te pikken. Vandaag een paar kleine kansjes. Ik denk eentje schoot ik nog tegen een verdediger aan. Ja, jammer. Wat voor rol zie jij voor je weggelegd aankomend seizoen? Ja, mijn doel is gewoon om een heel seizoen hier te spelen. En dat eigenlijk gewoon heel seizoen spelen en blijven ontwikkelen. En ik denk dat ik daar ook al klaar voor ben. Je bent een echte jongen uit Breda. Wat vind jij nou het mooiste aan NAC Breda? Ja, ik denk dat je dat vandaag ook al ziet. Het leeft hier gewoon heel erg. En net zo'n wedstrijd als... Kijk, het lijkt nu misschien alleen met de play-offs. Maar dit is door heel het seizoen gewoon. Ja, daar ook al van. En ik ben hier natuurlijk opgegroeid. Breda bij de jeugd gevoetbald bij NAC. Bij de amateurs, bij JK gevoetbald. Dus ja, ik ben hier gewoon opgegroeid. Ik hou gewoon van NAC. Johan Derksen noemde je ooit een geweldige voetballer met afgezakte kousjes. Wat vind je daarvan? Toen hij dat zei, toen belde mijn moeder mij. Die zat toevallig te kijken. En ik spoelde even terug. Ja, weet je, is toch leuk. Het is wel een man die ook veel spelers afkraakt. Ja, en dat hij dan positief over mij is, dat is alleen maar mooi.